De medewerkers aangesloten bij de Bond Personeelsstichting Volkshuisvesting Suriname, SVS, hebben vanmorgen het werk neergelegd uit ontevredenheid. Volgens bondsvoorzitter Michael Salons kan hij het personeel niet kwalijk nemen, want er wordt niet correct met ze gecommuniceerd. Bij het laatste onderhandelingsgesprek met de directie is het bestuur opgestaan omdat de directeur aangaf niets voor het personeel te hebben. Dit kwam het personeel ter oren en werd besloten in actie te gaan zonder een algemene ledenvergadering af te wachten. Dus ze konden niet wachten totdat ik een ALV zou uitschrijven. Ja? En ze zijn vanmorgen dan spontaan in actie gegaan. En ik was nog bezig mee klaar te maken voor andere afspraken die ik heb. En mijn secretaris belt me en zegt, ja, het personeel heeft besloten om spontaan in actie te gaan. Ik zeg, maar wacht even, waarover? Toen legden ze me uit ontevredenheid dat we nog niets kunnen voorleggen aan ze. Ik zeg, wacht, ik kom. Maar dan ga ik het nu moeten doen. Want ik ga dan niet wachten totdat ik tijd heb. Dus eenmaal ze het werk hebben neergelegd, laat me het komen uitleggen. En alvorens ik hier kom, belt de directeur mij. En die vraagt mij, van, geef me hetzelfde, weet u dat uw mensen in actie zijn? Ja? Ik zeg van nee, ik ben vanmorgen gebeld, ja, maar ik kom er nu naartoe. En op een gegeven moment zegt hij van ja, want hij weet ook niets. En dan dus hij luistert niet eens naar me. Dan is hij begonnen met bedreigingen, met heeft zijn advocaat gebeld en no. En de manier hoe hij met mij heeft gesproken en ik heb die opname, ja, dan eigenlijk ziet hij mij als een onderdaan van hem. En dat moet hij vergeten. Ik ben geen onderdaan, ik ben geen, je bent mijn werkgever niet, we zijn gesprekspartner. De bond is bij de Raad van Toezicht geweest voor een gesprek. Salons is van mening dat het bestuur pas weer met de directeur praat als hij zijn excuses aanbiedt. Is hij mijn meerdere? Nee. Geen enkel minister, geen enkel president, geen enkel vicepresident, geen enkel directeur van geen enkel bedrijf werk ik voor. Ik werk voor mijn leden. Ja? Die kunnen me opdragen. Ja? Maar niet een directeur of een minister of wie dan ook. Laat hem dat uit zijn hoofd halen, want hij heeft een ruzie met mij gezocht. Ja? Dus ik heb de vergadering aangegeven dat ik nu op dit moment niet meer naar hem toe ga. Ja? Alvorens hij zijn excuses heeft aangeboden. Ik ben niet iemand die samenwerking met een op ander moment opzegt met een directeur of een minister of wie dan ook. Ik zeg niet makkelijk samenwerkingen op. Ja? Maar je moet weten dat je niet zo met je gesprekspartner omgaat. Ja? Je bent mijn meerdere niet. Ja? Of dat ik voor jou werk. Nee, ik werk voor mijn leden. Dus ik heb besloten in de vergadering dat ik naar de voorzitter ga van de RVT hier. Want hier heb je een raad van toezicht. En ik heb hem net gesproken. De actie heeft betrekking op de devaluatie die momenteel op 125% zit. Voor het jaar 2021 heeft het personeel helemaal geen loonsverhoging gekregen. En daarom zijn ze het wachten beu, besluit Salons.